Een hele geile goeiemorgen vanuit Brussel. Moet je eens kijken wat de uitzicht hier. Gadverdamme, Julien, wat je nou weer hebt gemaakt. Ach, gadverdamme. Nee, dat was echt helemaal niks! Ik ga eventjes kijken of het ontbijtbuffet wat beter is. Ik heb ook echt geen joekel van een kater omdat ik een hele fles champagne heb leeggedronken. Voor je het weet ga ik nog naar de spa van het hotel. Dan heet het kanaal Pure Luxe en ik Floris Wijs. Dat is niet het geval. Ik heet Julien, we zijn hier in een hotel in Brussel. Vandaag is het zondag de 8e oktober. Ik ben nog een dagje op Brussel, dat vandaag een public day is. Dus ik ga ook even een stukje filmen. En daarna gaan we met de Benelux trein terug naar Nederland. Veel plezier. Het ontbijtbuffet was echt hartstikke prima, echt super uitgebreid, heel veel verse dingetjes. Ik voelde me echt een president. Dan ga ik nog eventjes mijn haar even goed doen, even mijn telefoon opladen en dan richting Busworld. Dat ook weer voor elkaar en oom Julien, die is er weer helemaal klaar voor. Tijd om het pand te verlaten. De Brusselse metro is echt een vibe. Aangekomen op IJssel. Metrostation IJssel is waar je moet zijn voor onder andere het Atomium en Mini Europe. Maar ook hier zit de expo van Brussel, dat is Busworld. Binnen nu bij Busworld, ja, het is wel een beetje officieel. Ik heb hier een keycard, alles om. Ik was hier gisteren namelijk ook al, dus we gaan er een beetje vluchtig doorheen. Aanschouw het nieuwe model van de Iveco Crossway, oftewel het hok. Het is best een unit, wel elektrisch dit. Interieur van het hok is wel meer als prima, maar ja, tegenwoordig zit ik vaker in de chauffeurstoel dan achterin in de bus, dus ik ben even benieuwd. Inderdaad, deze nieuwe Iveco heeft inderdaad de beste cockpit, inclusief het Iveco handremmetje, hier ga ik altijd heel goed op. De Chinese bussen van BYD heb ik wat meer ervaring mee zelf, want ik rijd ermee elke dag. Maar zo'n 15 meter variant, dat staat mij wel aan hoor. Die mogen ze best wel even bestellen. Geen probleem. Qua interieur, ja lekker lang gedeelte achterin. De cockpit die komt erg bekend voor. Alleen hebben ze nu de analoge klokjes die de bussen waarmee ik rijden hebben vervangen door een digitaal scherm. Dat ziet er op zich wel leuk uit. Ik heb het voor de vlog eventjes wat korter gehouden hier op Brussel, maar als je hier in de YouTube zoekbalk invult Brussel 2023 Brussel, dan vind je waarschijnlijk genoeg content. We maken nu een modaliteitsshift van weggebonden vervoer naar railverbonden vervoer op het station Brussel-Zuid. We komen op station Brussel-Zuid. Ik zie je bij de roltrappen. Ben vaak niet wie ik zeg, je moet niet in mijn roltrappen. Hoe Brussels wil je het hebben, iemand heeft er het alarm getriggerd zodat alle poortjes in de evacuatiestand staan en dat iedereen kan smart reizen. Vanuit de backrooms die de Brusselse metro zei, ja, het is echt een jaren 80 vibe, niet normaal. Ben je binnen no time op het treinstation, hier zit gelukkig een supermarkt. Die ga ik inkopen doen en waarom, dat leg ik je zo uit.
Het treinstation hier van Brussel-Zuid is echt ook een heel erg donker hol. Dus niet zo'n hele prettige plek om te zijn. Op het grote scherm hier achter mij kan ik zien dat de Intercity naar Breda en Amsterdam Centraal van spoor 16 gaat vertrekken. Wat de Belgen dan wel heel erg goed doen ten opzichte van de Nederlanders is als je op een e-ticket reist en je telefoon gaat legen. Geen enkele NS Intercity heeft stopcontact in de tweede klas. Nou, hier kun je een powerbank huren en verderop kun je ook met een fiets al fietsend je telefoon opladen. Heel apart. Ik heb eventjes de actuele vertrektijden bekeken, maar de trein zou er nu moeten zijn. Maar hij is onderweg met 23 minuten vertraging. Dankjewel, NS. Inmiddels is het al vertrektijd en ja, nog steeds geen trein. Ja, dat dook net een Orient Express op, maar daar hebben we niet zo heel veel aan. Aan boord van de Intercity naar Amsterdam, ja, een heel bekend rijtuig. Het is een NS-ICR rijtuig. Die rijden hier op deze verbinding sinds de jaren 80. Eerst in geel met bordeaux-rood, daar in een soort zuurstokkleurstelling. Maar dat was Vira, dat faalde een beetje. En nu in de gewone NS-kleurstelling. Deze treinen gaan over een jaartje uit dienst. En nu ik toch in Brussel moest zijn, ja, kan ik best eventjes nog een laatste video maken over een reis met zo'n trein. Dat ik zoveel heb ingeslagen voor onderweg, dat komt omdat er geen... Volgens mij gaan we vertrekken als ik dat zo hoor. Is er geen bistro of catering aanwezig? Ja, vroeger voor corona, dat is inmiddels ook alweer voorbij, ik word oud joh. Had je de rail catering, dus er was zo'n afgekeurde treinspotter die niet bij NS kon werken. Dus hadden ze dat maar gedaan en die hielpelde dan met zo'n hele zware tas met kokend water door de trein heen. Maar ja, dat is ook niet meer, dat is een beetje jammer. Dus neem proviant mee als je met deze trein reist. Met deze trein gaan we richting Nederland. Deze trein heeft ook nog een omleiding. Deze trein stopt niet in Antwerpen Centraal, dus we gaan eromheen via de oostkant. Met een aantal verlaten stationnetjes, dus wel interessant. Let's go. We 3 minuten kunnen verder gaan. Bedankt voor uw begrip. De locomotief heeft moeite met mijn dikke reet. Hoeveel minuten het zal duren. Als ik krijg informatie, ik zal u terug aankondiging geven. Bedankt voor uw begrip. Ah ja, keurig. Daar is die van een uur later. Hoe is het schot in de zak? 36 minuten vertraging. En met de vertraging van, schrik niet, 3 kwartier. Ja, de volgende die is op tijd en die komt over een kwartier aan. Aangekomen op het station van Breda. We hebben maar uitgestapt op het eerste station in Nederland. Van de 4 reis ik verder op mijn Nederlandse abonnement. We leren dat, want we kunnen dat zien. Ik had gehoopt op de vervanger van de ICR-uitdaging, de ICRG, maar helaas, nee, ik heb gewoon een ICR bij me. Het heeft echt een pleuris eeuw geduurd, maar eindelijk aangekomen in Rotterdam Centraal. Alsof mijn hotel in Brussel dan niet duur genoeg was met de spa. Ik heb nog eventjes een milkshake gehaald bij het ijskutje. Zegt Bodeween, 5,90 euro voor een milkshake. Veel te duur, maar toch lekker. Iets met bonuscontent uitgestapt op station Rotterdam. Alexander, kijk, hier zijn allemaal spotters. Kasper is een beetje een debiel. Er komt straks een stoomtrein hier langs. Bonuscontent. Thank you.
goed, dat was de bonuscontent met de Stoneblocks. Er zijn hier allemaal spotautisten. Hallo allemaal. Tusha die wil niet op video. Ik sluit hier de video af. Vond je het een leuke video over mijn drama met Intercity Brussel? Dan een duimpje omhoog, maar ik vind het een duimpje omlaag. Heel graag tot de volgende keer. Kasper, je bent echt heel eng. Tot de volgende keer, later. En daar denkt!